de Nederlandse handbaldames, wereldkampioenen. Zij zijn hier te gast in de Johan Cruijff Arena. Zie je. Traoré. Traoré mee en scoren. Nou, er net overheen wippen. Ziyech. Even aan het shirtje gehouden door Meijers. Prachtig neergelegd. De voorsprong is er voor Ajax in de 15e minuut. Wat Meijers ook probeerde. Hier heeft hij het balbezit. Dan probeert echt Meijers van alles. Maar een prachtige afronding. Schitterende goal. Hakim Ziyech. De 1-0 voor Ajax. Het applaus dat u hoort geldt Daley Blind, want op de F-side, het spandoek, u ziet het hier, Daley Blind sterkte. In ieder geval Papa Denny. Daar iets mee. Maar dat is ook Pinas. Nou, twee linksbenige centrale verdedigers bij ADO Den Haag. En daar Van de Beek die de goal maakt in de 23e minuut. Is de voorsprong verdubbeld. En zagen we net de zesde competitiegoal van Hakim Ziyech. Dit is de zesde van Van de Beek ook. Van het seizoen 2019-2020. Dest. Tadic. Dat makkelijk langs bij Malone. Hetzelfde soort poging als Ziyech ondernam in de 15e minuut. Die was succesvol. Goeie bal voor en Ekkelenkamp. Het staat 3-0. Klein beetje gas geven. Ja, en hij komt zo makkelijk in de 16 ook. Hij die dus zijn basisdebuut maakt in de Eredivisie. Jurgen Ekkelenkamp. En dat zet hij luister erbij met deze treffer. Martinez. Daar iets Gravenberg zou kunnen, ja precies. Gravenberg. Gravenberg, ja ja, ook hij. Net als twee minuten geleden. Jurgen Ekkelenkamp scoort ook Ryan Gravenberg. En zo hebben de basisdebutanten Ekkelenkamp en Gravenberg reeds gescoord in deze wedstrijd. Is het wachten dus eigenlijk wat dat betreft. Het feit dat spits Lassina Traoré dat ook voor elkaar krijgt. Veldman. Tadic. Traoré terug. Tadic. En die puntelt hem erin. Voor 5-0. Zijn achtste van het seizoen. Na eendrachtige samenwerking met Lassina Traoré. Traoré terug. En hier de goal van Tadic. Prima puntertje. Traoré, Tagliafico, komt hij aan de bal. Geen overtreding, zo zegt Higler. Traoré! De algemeen directeur die nogal wat zaken te doen heeft de komende periode. Dus eerst een hoofdtrainer aanstellen. Dat zal dan die Alan Pardew worden. Lang. Gravenberg. Geen buitenspel Tadic. Tadic, Traoré, hij heeft hem te pakken. Hij heeft hem te pakken. Ja, kijk. In zo'n wedstrijd met drie basisdebutanten en als dan uitgerekend middenvelders als Ekkelenkamp en Gravenberg al gescoord hebben in zo'n wedstrijd en jij als spits nog niet, dan wil je dat, dan werk je daar snoeihard voor en dan ben je dus echt blij als het inderdaad ook gelukt is. Traoré met de 6-0. En het applaus zwelt aan, want Sontje Hansen komt. Hij is 17 en hij maakt hier zijn eredivisie debuut. Tagliafico. Lang. Tadic, geen overtreding. Vervelende botsing. Oh, Bakker krijgt die geel. Dan is dat zijn tweede geel en dan mogen ze met 10 man verder ook nog. Ai, 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 ai. Het is wat wild, ja.
had voor mij best zonder kaart gemogen. Want dit is een tweede en dus rood voor Danny Bakker. Meijers. Somerville. Penalty. Martinez. Krijgt nog geel ook. Ja, en Onana baalt als een stekker. Want krijgt ADO een strafschop. En dus de mogelijkheid om Onana een clean sheet door de neus te boren. De 6-0 staat. Maar blijft hij staan? Of maakt Goossens er 6-1 van? Goossens maakt er 6-1 van. En dus is het balen voor Onana. Na die overtreding van Martinez op Somerville. Nou, onze wedstrijd ook meteen voorbij. En is het 6-1. En Ajax dus als de absolute nummer 1. Dan toch, zeker na de nederlaag van AZ gisteren, toch 2019 afsluit in de Eredivisie.